foto's. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! En nog een jongens, ruim jullie spullen even op. Ik heb jullie wat verteld. Ik denk dat het voor jullie een beetje vervelend is. En voor mij ook. Maar voor mij is het toch ook alweer een beetje leuk. Jullie weten dat mijn vriend Tom in Breda woont. Nou ja, ik zie hem eigenlijk alleen maar in het weekend. En nou ja, ik wil hem eigenlijk best wel vaker zien. Dus nu hebben we besloten om samen te gaan wonen in Breda. Oh, wat romantisch. Kom dicht! Schooljaar. Mislukte Barbie-pop. Houden jullie nou zo? Iedereen kan iets heel belangrijks vertellen en jullie zitten er doorheen te tetteren. Ja, maar... Luister nou eerst maar even. Het is inderdaad erg belangrijk. Ga je dan iedere dag op en neer naar Breda? Koop je dan ook een nieuwe auto? Mijn vader heeft net een nieuwe, een Fiat. Ach jongen, debiel. Wat heeft dat er nou mee te maken? Diederik? Nee, ik zou best iedere dag op en neer willen naar Breda. Maar je gaat bij ons weg. Over 2 jaar gaan. Mag ik nog even? Ja? Ik wist al een tijdje geleden natuurlijk. Maar ik heb gewacht tot ik voor jullie een nieuwe meester of juffers gevonden. Ik zeg je ook alleen maar om ons te leiden. Jelle heeft me verteld dat de nieuwe meester erg aardig is. Dat is wel best, maar ik zal je even goed meten. Ik wil helemaal geen meester. Ik vind een juffer veel leuker. Zet dat nou weer op. Meester Kees is toch ook leuk? Dankjewel, Clara. Dat is nog eens leuk om te horen. Jullie willen nu vast ook wel snel weten wie hier de nieuwe leerkracht wordt. Dat kan. Hij is hier om zich aan jullie voor te stellen. En vanaf maandag staat hij hier voor de groep. Hallo. Ik ben Jan en ik ben blij dat ik ben aangenomen om jullie nieuwe meester te worden.